Een elektron draait dus om de kern van een atoom, maar kan zich binden aan een ander atoom. Begrijp je het? Violetta? Nee, je gaat me niet wijsmaken dat je het laatste half uur niet hebt opgelet, hè? Nee, ja, Angie, het is zoals wanneer iemand denkt verliefd te zijn op een jongen en dan verschijnt er een andere. En dan besef je ineens dat je op hem ook wel eens verliefd zou kunnen zijn. Dat is een wat wonderlijke manier om uit te leggen hoe een molecuul gevormd wordt. Maar als je het zo beter begrijpt, dan is dat oké. Problemen met Thomas? Nee, problemen met mezelf. Vind je het erg om even alleen te laten? Ja, dat is goed. Maar je moet één ding goed onthouden. Als je je verdrietig voelt of in de war bent, dan moet je luisteren naar wat je hart zegt. En wat als mijn hart ook helemaal in de war is? Dan moet je geduld hebben. En gun je hart ook een beetje tijd. Ja? En maak je huiswerk. Leer hoofdstuk 1 en maak alle vragen en die krijg ik dan morgen. Ja, morgen. Zonder nee, fout. En ja, tot morgen. Weet je het zeker? Dus er is echt niks? Nee, er is echt niks. Maak je geen zorgen. Met mij is er wel iets. Er is van alles dat ik voel voor jou. Op dat plein, toen je me wilde kussen. Wat wil je me nu eigenlijk vertellen? Ik bedoel dat die kus... jouw eerste kus zou zijn. Je bent veel te lief voor mij. Je bent er altijd om me te steunen, de juiste woorden te zeggen. Ik ben echt te goed. Nee, grapje. En je krijgt me altijd aan het lachen. Dat is logisch. Ik ben heel graag bij je.